wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een video die echt al veel te vaak is aangevraagd. En die ik ook al een paar keer heb opgenomen. Maar nooit tevreden over was. Maar vandaag ben ik er eindelijk met een How I Edit My Instagram Photos. Ik krijg deze vraag echt mega vaak. Onder mijn Instagram foto's, in mijn DM's, op YouTube. Gewoon overal. Vandaag ga ik met jullie mijn bewerkingsapps delen en mijn favoriete apps voor andere Instagram activiteiten. Want ik krijg heel veel vragen over welke apps ik allemaal gebruik. Dus ik ga ze vandaag gewoon allemaal met jullie behandelen. En ik ga jullie laten zien hoe ik mijn foto's edit. Ik heb een paar oude foto's teruggepakt, want ik heb ook niet echt nieuwe foto's. Laten we snel gaan beginnen met deze video. Als je naar mijn Instagram kijkt, dan zie je dat mijn filters en feed best wel vaak veranderen. Dat komt omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik probeer af en toe nieuwe dingen uit. En ik vind het gewoon leuk om mijn feed af en toe te veranderen. Het hoeft ook allemaal niet mega perfect te zijn. Tuurlijk wil ik wel dat het een beetje bij elkaar past. Maar het hoeft allemaal echt niet mega perfect te zijn. De app die ik het meeste gebruik om mijn foto's te editen is Lightroom. Lightroom is officieel betaald via de computer. Dan kan je er heel veel mee doen. Dat is echt gewoon een Photoshop programma. Maar je kan hem gratis downloaden voor je telefoon. En echt waar, je kan hier echt alles mee bewerken wat je wil. Je kan ook je eigen filters maken. Dus je eigen presets. Dan heb je gewoon dat je het gewoon zo hoppa kan kopiëren op al je foto's. Ik doe dit niet per se, want de belichting van elke foto is anders. Dus ik doe het altijd gewoon per foto. Ik heb hier 3 oude foto's en die ga ik nu samen met jullie bewerken. Oké, nou ja, laten we deze editen. Deze heb ik een tijdje geleden gemaakt. Nou ja, ik doe eigenlijk best wel veel vaste dingetjes. Maar ik speel er ook altijd een beetje mee. Ik ga altijd eerst naar licht hieronder. Dan pas ik de belichting een beetje aan. Ik ben de laatste tijd meer een beetje van iets donkerdere foto's. Nou, het contrast gooi ik ietsje omhoog. Hooglichten, daarmee kan je de belichting, ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar kan je de foto nog lichter mee maken of donkerder. Ik doe het een beetje zo. Ja, hier speel ik altijd gewoon een beetje mee. Dit doe ik niet altijd hetzelfde. Maar het is gewoon een kwestie van kijken wat het beste past. Ja, dan gaan we naar kleur. En hier ga ik altijd naar mix, daarboven. En dan sowieso wat ik altijd doe. En dat is eigenlijk wel een beetje erg. Maar ik maak mijn haar altijd ietsje blonder. Dat doe ik door de verzadiging iets omlaag te gooien. Nu krijg je ook van de andere delen op de foto wel minder. En dan gooi ik de belichting iets omhoog. En dan licht het mijn haar gewoon net even wat meer op. En dat vind ik gewoon... ja, vind ik gewoon heel mooi. Hier speel ik ook altijd nog een beetje mee. Zo. Nou ja, dit is toevallig een foto waarbij zeg maar alles best wel gewoon mooie kleuren heeft. En waar ik gewoon niet zo heel erg veel aan hoef te veranderen. Ik wil wel de pet even ietsje minder fel. En dan ga ik, ja, soms speel ik nog een beetje met de temperatuur. Maar bij deze foto vind ik het eigenlijk wel goed zo, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan ga ik altijd naar effecten. En de bovenste is helderheid. En dat is echt de key van mijn Instagram foto's. Die gebruik ik op al mijn foto's. Omdat ik dat gewoon heel erg mooi vind. Als je dat doet, komt er gewoon net even iets meer definitie in de foto. En dat vind ik echt mega vet. Dus dit doe ik echt op al mijn foto's. Ik zit nu te twijfelen of ik hem niet toch ietsje lichter wil, deze foto. Ja, kijk zo. En nog iets verscherpen. Zo, en dan is dit eigenlijk wat ik standaard doe op mijn foto's. Ik heb ook hier bijvoorbeeld voorinstellingen. Dat is dus zo'n preset. Die heb ik ook. Die gebruik ik ook soms. Dat is soms best wel makkelijk. Want als dat gewoon dan mooi past op de foto, dan ben ik zo klaar. Dan sla ik deze foto op. En dan gaan we naar de volgende app en dat is VSCO of VSCO of whatever. Die is denk ik bij iedereen wel bekend. Een hele fijne app, hele leuke filters. Ik heb in deze app alle filters gekocht. Daarmee kan je dus ook video's bewerken met een filter en daarom heb ik het eigenlijk gedaan. Ja, dat is gewoon fijn. Maar ja, ik heb dus alle... filters van VSCO. En ik moet zeggen, dat is echt niet nodig, want ik gebruik ze echt niet allemaal. Absoluut niet, maar het is wel gewoon leuk om de keuze te hebben. Maar ik heb hier gewoon mijn favorieten staan. En mijn favorieten zijn 04, A4, A5, A9 en J5. Deze foto vind ik denk ik J5, maar die doe ik dan wel een beetje omlaag. Want ja, ik vind als je het op zo hoog zet, vind ik het gewoon te heftig. Zo. En wat ik ook standaard nog doe is het korrelig effect aanzetten. Want dat geeft gewoon een beetje een vintage vibe en daar hou ik heel erg van. Dus die zet ik eigenlijk ook altijd standaard aan. Nou ja, en dat is eigenlijk vrijwel alles wat ik met VSCO doe, om heel eerlijk te zijn. Dus dat is eigenlijk ook niet heel erg boeiend. Nou ja, dan sla ik die op. En ja, welke app ik ook nog heel erg leuk vind is Afterlight. Ja, dat vind ik ook een hele leuke app. En dan voornamelijk voor de light leak en de dusty effect. Vooral dusty gebruik ik heel vaak. En dan gebruik ik meestal 09 of 06. 10 vind ik ook leuk, want daar komt er zo'n kras door je foto. Maar 09 is denk ik wel mijn meest gebruikte. Ja, en dat vind ik ook heel erg leuk. Dat geeft ook gewoon net even een beetje een vintage vibe of zo aan je foto. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te gebruiken. En wat ik dan altijd doe, dan ga ik naar de app Unum. En ja, met Unum kan je eigenlijk gewoon je foto's inplannen. Dus dan... ja, dan kan ik dus kijken of de foto bij mijn feed past. En dit is echt mijn lifesaver. Als ik deze app niet had, dan had mijn feed er echt niet zo mooi uitgezien. Dus ja, dit is echt mijn... ja, dit is gewoon echt mijn lievelings-app voor Instagram. Want dit is gewoon echt wat mijn leven redt. Dus ja, dit is eigenlijk hoe ik mijn Instagram-foto's bewerk. Meer doe ik oprecht niet. Ja, heel soms... gebruik ik ook nog wel Snapseed om bijvoorbeeld, even kijken hoor, ja, hoe ga ik dat laten zien? Nou ja, als ik dan gewoon even deze foto erbij pak. Aan Snapseed is het fijn dat je dingen kan oplichten, hier bij Tools. En dan ga ik naar Selectief en dan kan ik hier de helderheid zeg maar op bepaalde punten ophogen. Dus kijk, als ik hier bijvoorbeeld mijn ogen wat meer wil laten uitspringen, dan kan ik dat hiermee doen. Dus dat is wel... ja, gewoon fijn. Met een penseel maak ik dan de achtergrond lichter. Ja, dat is ook wel een, dit is ook wel een fijne app om te gebruiken. Dat gebruik ik vooral dus een beetje voor achtergronden en dat soort dingen. En dan kan je hier ook aanpassen hoe heftig je dat wil. En ja, dit is ook wel een hele fijne app om te gebruiken. Zo, en dan gaan we nu kijken naar mijn favoriete apps die ik gebruik voor andere dingen op Instagram. Huji is een hele grote favoriet van mij. Daarmee kan je ja, gewoon foto's maken waar dan standaard een filter op komt. En dat is gewoon heel erg leuk. Ja, hier heb ik een aantal foto's die ik heb gemaakt. Superleuk. Dat is gewoon echt een beetje voor gewoon leuke dagelijkse foto's. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te gebruiken. Dus dit is echt een top app en gewoon fijn dat er standaard een filtertje op komt. Over deze app krijg ik ook heel veel vragen. Dat is 8mm. En daarmee kan je echt, ja, super vintage-achtige filmpjes mee maken. En ja, hier krijg ik echt heel vaak de vraag over op Instagram als ik hiermee een filmpje in mijn story zet. Maar dit is echt een hele fijne app. Je moet er wel voor betalen, maar ja, het is wel echt super leuk. Dan de app Unfold. Die gebruik ik vaak voor mijn stories. Om dat net even wat leuker te maken. Hier een voorbeeldje. Ja, kan je gewoon, ja, leuke dingetjes meemaken. Ik heb nu niet echt heel veel goede voorbeelden, want die staan allemaal niet meer in de app. Maar ja, dit is ook een hele fijne app. Je kan hier bijvoorbeeld de achtergrond veranderen. Teksten toevoegen, foto's, ook foto's in een collage toevoegen. Ja, het is gewoon een hele leuke app om je Instagram stories net even een beetje specialer mee te maken. En ja, dan waren dit eigenlijk wel mijn meest gebruikte apps en hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. Dus ja, ik hoop heel erg dat jullie wat aan deze video hebben gehad. Ik zou sowieso gewoon Lightroom gaan downloaden. Het is echt een top app. Je kan er echt alles mee. Dus ja, dan was dit de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!